Een van de toch wel leuke biertjes die ik de laatste tijd wel vaker drink, dat is dit bier. Dat is de Shaddix, de Super Shaddix eigenlijk, van de Antwerpse Brouwcompagnie. Ze hebben ook zeven bootjes bier, maar dit is een gehopte lager. Zoals ze het zelf zeggen, nou ja, simultaan gegist met twee giststammen. Helemaal gegist op basis van mout, dus geen suiker toegevoegd. En drie soorten hop van drie verschillende continenten. Vooral een heel mooi verhaal. Maar goed, het geeft in ieder geval wel aan dat er goed over nagedacht is. En dat er ook echt wel een mooi bier gemaakt is. En dat vind ik in ieder geval wel. Het is een beetje de smaak van speciaal bier. Doordrinkbaar als pils. En ja, kijk, een beetje doordrinkbaarheid is toch wel fijn. Zoals nu ook. Het is dan een beetje de middagborrel. En als je dan een beetje lekker doordrinkbaar bier hebt, dat is toch wel heel erg lekker. Nou ja, zoals je ook zal zien, is het een mooi blond bier. Kijk, mooie kleur, licht troebel, mooi wit schuimkraagje. En wat meteen opvalt, is die lekkere fruitige geur. Fruit vanuit de mout, maar ook echt duidelijk vanuit de hop. En die combinatie maakt het gewoon wel heel lekker. Als je gaat proeven. Lekker fris, wat hoppig, een beetje fruitsmaak, lekkere afdronk, ja, en drinkt heel makkelijk door. Dus nou ja, en het is een biertje van 5,6%. Dus dat betekent ook dat als je hem een beetje doordrinkt, dat het niet meteen heel erg is. Ik vind zelf een erg lekker biertje. Ik koop hem regelmatig. Op heel veel plekken te koop. De Mitra, maar ook gewoon bij de Appie staat hij. Wat ik zelf nog wel een geinige toevoeging vind, is het etiket. Echt een beetje zo'n superhelden etiketje. Vind ik het toch eigenlijk wel geinig uitzien. Nou, dus ideaal voor gewoon een lekker middagborreltje. Zeker straks als het weer mooi weer wordt, dan is die heel erg lekker. Maar ik vind hem zeker nu ook zo voor het eten. Vind ik hem echt, nou ja, echt een aanradertje om gewoon eventjes zo te drinken bij de middagborrel. Ik ga er nog even van genieten. Ik zou zeggen, check even de supermarkt. Goede kans dat dit gewoon staat.